Hallo jongens en welkom in de video van vandaag. Ik ga jullie van alles vandaag vertellen over onze financiën, over onze begroting, over hoe we dat doen, hoe we budgetten, etc. Ik ga jullie dus vandaag vertellen hoe we onze begroting maken, waar we op besparen, hoe we ons houden aan ons budget. Ik ga geen bedragen noemen, daar voel ik me niet zo comfortabel bij en dat is denk ik ook niet nodig. Je kunt het toch niet één op één overnemen, maar het geeft denk ik wel gewoon alsnog een goed beeld. Ja, en ik denk dat de manier waarop wij het doen ons gewoon echt een heel helder, duidelijk beeld geeft. En dat geeft grip op financiën en ook vrijheid. Voordat ik verder ga, is het toch wel belangrijk om te zeggen dat je in ieder geval voor de manier waarop wij ons budget beheren, wel een bepaalde mate van discipline moet hebben. Ja, we hebben gewoon een vastgesteld bedrag voor allerlei verschillende dingen en daar moeten we ons gewoon aan houden. En dat werkt denk ik niet voor iedereen. Nou, wij maken een begroting aan het einde van het jaar voor het hele jaar daarna. Dus december 2021 hebben wij een begroting gemaakt voor het hele jaar 2022. En dat kunnen we doen omdat ons inkomen heel stabiel is. Het is gewoon elke maand hetzelfde. Ja, dus we kunnen gewoon tot in detail het hele jaar plannen. En elke maand, vlak voordat het geld binnenkomt, pak ik dan de begroting erbij en kijk ik naar die specifieke maand. Zijn er nog bijzonderheden? Moeten er dingen aangepast worden? Ja, dus als het nodig is, dan maken we dan nog iets specifieker voor die maand. Ons inkomen bestaat uit het loon van Jeroen, het loon van mij en een klein beetje YouTube. Maar dat geld wat ik via YouTube verdien, staat niet bij ons op de begroting. Dat rekenen we niet mee. Het is gewoon een soort van extraatje. En dat investeer ik ook direct weer terug in YouTube. Dus dat, ja, dat geld zien we eigenlijk niet. Ja, op dit moment doe ik eigenlijk nooit sponsorships of dat soort dingen. Het is echt puur alleen wat ik verdien met de advertenties op mijn video. Dus dat is ook gewoon niet heel veel geld. En als laatste krijgen we natuurlijk kinderbijslag, omdat we een baby hebben. En als Evie straks naar de opvang gaat, krijgen we ook kinderopvangtoeslag. En voordat ik helemaal tot in detail ga uitleggen hoe onze begroting eruit ziet, eerst even iets over waarom we ermee zijn begonnen. Jeroen en ik gingen op een gegeven moment samenwonen en we namen een gezamenlijke rekening. En toen ook al wilden we veel sparen. Dus dan zetten we een bepaald bedrag per maand op onze gezamenlijke spaarrekening. Maar we merkten dat we dan soms aan het einde van de maand geld tekort kwamen. En dan haalden we weer wat van de spaarrekening terug naar de betaalrekening. Ja, en er was gewoon geen zicht op, hey, waar geven we eigenlijk ons geld aan uit? Waar gaat ons geld elke maand heen? En dat willen we gewoon goed helder hebben. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben gewoon een Excel geopend en we hebben onze app van de bank geopend en we hebben letterlijk elke transactie opgeschreven van een maand en ingedeeld in categorieën. En dat zijn dus vaste lasten zoals huur, gas, water, licht, maar ook bijvoorbeeld een koffertje op het station of een frietje of een cadeau wat je aan iemand hebt gegeven. En daarna hadden we dus in kaart, hey, wat geven we nu per categorie uit? En dan konden we nadenken, oké, is dat een logisch bedrag? Is dat te hoog? Is dat te laag? Wat vinden we eigenlijk van die categorie? Vinden we dat we daar veel geld aan willen uitgeven of niet? En zo hebben we voor elke categorie een bedrag vastgesteld. Ja, voor sommige dingen is dat natuurlijk heel duidelijk, zoals je huur of je hypotheek, je verzekeringen, dat soort dingen is gewoon vast. Maar we hebben ook voor de koffietjes en ook voor allemaal van dat soort dingen een bedrag vastgesteld. En in die maanden daarna, ik denk de 2, 3, 4 maanden daarna, hebben we elke keer die bedragen getweaked. Dus dan hebben we alsnog weer goed gekeken, hey, wat hebben we uitgegeven en komt dat overeen met het bedrag wat we daarvoor bedacht hebben. Moet dit omhoog, moet dit omlaag, voelen we ons comfortabel of hebben we het idee dat we heel zuinig moeten doen. Nou, en zo is het uiteindelijk helemaal uitgekristalliseerd tot onze begroting die er nu ligt en die klopt gewoon. Die is gewoon super chill, werkt voor ons. Ja, en die begroting is gewoon helemaal representatief voor onze situatie en hoe wij ons geld besteden. Nou, hoe ziet onze begroting eruit? We hebben allereerst een aantal categorieën. Die zal ik allemaal bij langs gaan. De eerste categorie die we hebben is natuurlijk inkomen. Dat staat bovenaan en ja, dat spreekt voor zich. Onder ons inkomen staat alles wat we per maand uitgeven. Ja, allereerst hebben we het kopje Evi en daaronder staat alles wat we uitgeven aan onze baby. En dat zijn op dit moment 2 dingen. Daar staat onder de wat we betalen voor de kinderopvang en daaronder staat een vast bedrag per maand wat we eigenlijk verder aan haar uitgeven. Dus dat is ook voor voeding, ook voor kleding. Eigenlijk
alles. En dat hebben we in het begin gedaan. Dus het is nu bijna 5 maanden. Maar dat hebben we in het begin gedaan om zo eens te zien... Hey, hoeveel extra zijn we nu eigenlijk kwijt, omdat we nu een baby hebben. Dus inmiddels hebben we dat wel helder en zouden we dat babybudgetje gewoon weer kunnen verdelen over alle andere potjes. Dat je gewoon de babyvoeding bij de boodschappenbudget opdoet en nou ja, dat je het op zo'n manier doet. Maar wij hebben dat nu dus nog als apart kopje erop staan. Dan hebben we de categorie huis. Dat is huur, heffingen, gas, water, stroom en internet hoort daar ook bij. Dan hebben we het kopje abonnementen en goede doelen. Dat is Spotify, Disney Plus, Netflix, de krant. Dat zijn onze abonnementen. Dan hebben we een kopje verzekeringen. Daar staan alle verzekeringen onder die we hebben. En dan hebben we het kopje auto. Daar staat de wegenbelasting. En daar staat de afschrijving van de auto. Ja, we hebben ongeveer uitgerekend wat we kwijt zouden zijn als we een nieuwe auto willen kopen. En we hebben uitgerekend wanneer we hopelijk die nieuwe auto nodig hebben over hoeveel jaar. En daarmee zijn we dus tot een bedrag gekomen wat we per maand moeten sparen om over een x aantal jaar dat bedrag bij elkaar te hebben. En dus gewoon comfortabel dan een andere auto te kunnen kopen. En dat bedrag hebben we dan nog wat iets hoger gezet om ook reparatiekosten aan deze auto op te kunnen vangen. En dan hebben we als laatste de categorie leven en onderhoud. Dat zijn boodschappen, sporten, lenzen. We hebben een potje voor bijzonderheden die er die maand zijn. Als we bijvoorbeeld een feestje gaan organiseren. Of er is een festivalletje waar we heen willen. Of gewoon dingen die alleen in die maand voorkomen. We hebben een bedrag daarop staan voor de onvoorziene kosten, geld om leuke dingen mee te doen. Ja, en dan hebben Jeroen en ik nog een budgetje wat we gewoon vrij kunnen uitgeven. En dat maken we aan het begin van de maand over naar onze beide eigen rekeningen. En dat noemen we ons vrij besteedbaar. En dit doen we zodat we ook nog steeds wel flexibel kunnen zijn met ons geld en niet alles een naampje en een nummertje hoeft te hebben. Want we willen heel graag grip op onze financiën en heel veel sparen. Maar tegelijkertijd leven we ook nu en werken we ook nu om nu ook leuke dingen met ons geld te kunnen doen en ervan te kunnen genieten. Ja, dus dit vrij besteedbaar is gewoon een bedrag wat je gewoon uit mag geven zonder dat je daar verantwoording over af hoeft te leggen, zonder dat de ander het ziet. Daar kun je heel veel eten van kopen, maar ook een borrel met vrienden valt daaronder. En daar kopen we ook onze kleding en bijvoorbeeld make-up en dat soort dingen van. Ja, dus we hebben een bedrag om leuke dingen te doen met het gezin, met ons. En we hebben een bedrag om leuke dingen te doen in ons eentje. Ja, en leuke dingen doen in je eentje, dat valt dan meer onder je vrij besteedbaar. En ook als we bijvoorbeeld een keer een zin hebben om een avond niet te koken en we willen thuisbezorgd bestellen, dan is dat prima. Maar dan betalen we dat allebei vanuit ons eigen vrij besteedbaar budgetje. Want ja, dat geld is niet ingecalculeerd op onze grote begroting. Dus dat halen we niet van onze lopende rekening, maar dat moet ergens vandaan komen. Dus dat komt dan gewoon uit ons eigen budgetje. En voor dit bedrag geldt dus gewoon op is op. Als jij je vrij besteedbaar hebt opgemaakt op dag 3 van de maand, ja, dan heb je gewoon een beetje pech. Dan moet je de volgende keer iets zuiniger aandoen. Dat zijn al onze categorieën en na al die uitgaven is er dan nog een bepaald bedrag over. En dat zetten we op onze spaarrekening. Nou, we hebben dus 3 rekeningen in dit huis. We hebben 1 gezamenlijke rekening, ik heb een rekening en Jeroen heeft een rekening. En al ons geld komt dus binnen op de gezamenlijke rekening. En ook vanuit daar wordt ook alles weer afgeschreven. Dus onze huur, verzekeringen, alles wordt afgeschreven vanuit 1 gezamenlijke rekening. En dat vrij besteedbaar, dat zetten we dus naar 2 aparte rekeningen en dat is dan ons persoonlijke budgetje. Nou, en wij hebben een spaarrekening waarbij je potjes kan maken, spaarpotjes kan maken. En dat is echt een gamechanger, dat echt ideaal. Want hierdoor is onze spaarrekening niet 1 grote bak met geld, maar hebben we gewoon gespecificeerd waarvoor we precies sparen en hoeveel we daar dan dus ook elke maand inleggen. Nou, momenteel hebben we dus 4 potjes. Het eerste potje is auto. Daar sparen we dus voor een nieuwe auto, wat ik net dus uitlegde. En daar gaan dus ook de reparaties vanaf. Dan hebben we een potje dat heet afschrijving. Werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als met die auto. Daar zetten we gewoon elke maand een bepaald bedrag op. En als er dan iets stuk gaat in huis, zoals de wasmachine of de vriezer of een van onze telefoons, dan betalen we dat daarvan. Dan hebben we gewoon een grote pot voor onze spaarrekening, zeg maar. Dus sparen we voor later, voor een huis, voor onverwachte kosten, dat soort dingen. En als laatste hebben we momenteel ook nog een potje met vakantiegeld.
ja, dat geld geven we uit aan onze vakantie en daar houden we dan ook nog van over. En dat gebruiken we dan de rest van het jaar om ook nog extra leuke dingen mee te doen. Oh, en wat nog wel een goede is, als we extraatjes krijgen of financiële meevallers hebben, dan in principe zetten we dat allemaal op de spaarrekening, want sparen is gewoon onze prioriteit. Maar, wat ik net ook al zei, we leven ook nu, dus we doen dan altijd een bepaald percentage. Dat mogen we nu gewoon al iets leuks mee doen. Ja, en deze potjes, vooral het potje voor de auto en een potje voor de afschrijving als er iets in ons huis kapot gaat, dat maakt mijn leven echt zoveel beter. Dat geeft zoveel rust. Ik ben best wel een stresskip als het op geld aankomt. Ja, ik word daar heel zenuwachtig van. Maar het geeft me heel veel rust dat, stel onze auto is stuk, moet naar de garage, dan is dat geld er al. Dat geld hebben we gewoon al gereserveerd. En dan kunnen we dat gewoon huppa eraf halen. Geen enkel probleem. We missen het niet. Ja, hetzelfde als iemands telefoon kapot gaat. Dan is het dus niet van, oh help, telefoon kapot. Nou, dan kunnen we deze maand een stuk minder sparen. Want dat geld moet daarheen. Nee, dan hebben we daar gewoon een pot voor. En dat is daarvoor bedoeld. Dus het is niet erg als er dan iets stuk gaat. Want natuurlijk gaan er dingen stuk. Dat gebeurt gewoon zo. En natuurlijk zijn we alsnog super zuinig en willen we heel voorzichtig met onze spullen doen. Maar als er dan iets stuk gaat, dan is het geen issue. En dat is echt een ontzettende luxe en fijne en relaxte positie om in te zitten. Nou, en dan als we dus alles in beeld hebben, tot in de details wat we ergens aan uitgeven, wat we dan dus overhouden aan het einde van de maand, hoe zorgen we dan dat we het budget houden? En hoe zorgen we ervoor dat we misschien wat minder uitgeven? Nou, dat begint met door te kijken naar je uitgaven en je af te vragen, hey, hebben we dit echt nodig? Kan dit anders? Kan dit minder? Waar liggen onze prioriteiten en doelen wat betreft de financiën? Het is sowieso, denk ik, goed om jezelf doelen te stellen. Hey, waar wil je financieel staan over 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar? En wat moet je dan nu doen om dat te bereiken? Ja, onze persoonlijke doelen zijn vooral sparen, sparen, sparen. Voor een huis, voor later misschien een verbouwing. Een ander doel is voor ons is financiële zekerheid, in hoeverre je dat kan hebben. En daarmee bedoel ik dan vooral onverwachte dingen kunnen opvangen. Een poos kunnen leven als bijvoorbeeld iemand zijn baan verliest of dat soort dingen. Dan is een doel ook van ons om niet roekeloos geld uit te geven aan dingen die we niet nodig hebben. Dus in die zin geen geld te verspillen. En als laatste is een van onze doelen ook om te genieten van het uitgeven van geld. Want we werken er hard voor en dan mogen we er ook gewoon van genieten. En op deze manier onze financiën beheren helpt daar gewoon heel erg bij. Ja, dus het begint met doelen stellen. En daarna kun je dus bedenken, hey, welke van mijn uitgaven past niet bij deze doelen? En dan kun je nadenken, hey, wat kan ik missen om mijn doelen te bereiken of sneller te bereiken? En ja, dat is niet altijd leuk. En soms moet je gewoon wel vervelende keuzes maken of een gewoonte die je hebt doorbreken. Maar in de long run is het wel waard, vind ik persoonlijk, omdat je dan gewoon dichter bij je doelen kan komen. Ja, en dat is dus ook precies waarom ik dit overzicht zo goed wil hebben. En waarom ik alles wil kunnen zien. Want dan kan ik er ook echt over nadenken en afwegen waar ons geld heen gaat. En of ik dat oké vind. En ik kan me dus bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat sommige mensen graag hun geld uit willen geven aan dure koffie. Want ze houden enorm veel van koffie. Of iemand wil graag zijn geld uitgeven aan de, ja, dat hij alle films kan kijken die hij maar wil kijken. Want die houdt heel erg van films. En zo maken wij dus ook onze keuzes, ja, waar we wel en waar we geen geld aan uit willen geven. Ja, dus als het bij ons over budgetten gaat, dan is ons budgetten heeft niet zozeer te maken met hoeveel kunnen we uitgeven. Of we hebben geen geld, dus we moeten besparen. Maar het gaat meer over hoeveel willen we sparen en hoeveel willen we onszelf soort van nu gunnen om nu te genieten van allerlei dingen. Ja, hoeveel leefruimte willen we onszelf geven en wat hebben we daar nodig? En dat, ja, ik wil nogmaals benadrukken dat dat een hele comfortabele positie is om vanuit daar over je geld na te denken. Ja, ik zie dat ook echt niet als een vanzelfsprekendheid. Ik voel me daarin heel erg bevoorrecht dat wij op deze manier onze financiën kunnen. Ja, dus als we echt willen gaan budgetteren, dan komt dat er vaak op neer dat we een avond achter ons Excel kruipen, kijken waar we staan en waar we naartoe gaan. En dan bedenken, hey, kunnen we hier nog wat aan doen?
om meer te kunnen sparen. Ja, zo hebben we laatst bijvoorbeeld besloten om ons boodschappenbudget een beetje naar beneden te doen. Het was er een beetje ingeslopen dat het steeds wat hoger werd. Omdat er gewoon meer uitgaven. Dat we dachten, hé, we geven meer uit. Dus we hogen het bedrag op de begroting op. Maar toen we er kritisch naar gingen kijken, dachten we, hé, ja, we kunnen ook wel gewoon iets goedkopere dingen 's avonds eten. Het hoeft niet super fancy, super dure ingrediënten. Er zijn ook meer dan genoeg maaltijden die lekker zijn, die wat minder kosten. En op die manier konden we dus ons boodschappenbudget daardoor een beetje naar beneden halen en dus iets meer sparen. En zo kunnen we dan steeds een beetje schaven aan die begroting. En nu moet ik wel zeggen dat er momenteel niet heel veel meer te schaven valt. We hebben het gewoon nu heel duidelijk van onszelf ingedeeld. Onze prioriteiten zijn helder. En ja, we zijn er gewoon heel comfortabel mee. Maar, ja, maar in het begin waren er echt wel veel realisatiemomenten over hoeveel abonnementen je eigenlijk hebt. En hoe je daarop kan besparen. Hoeveel tripjes naar de McDonald's er eigenlijk in een maand zaten. Ja, maar dat hebben we nu er allemaal uitgefilterd. Dus ja, dat soort dingen hoeven wij nu niet echt meer te schaven. Nou, en hoe houden wij nou grip op die uitgaven? Die potjes helpen daar dus heel erg bij. Want stel ik geef iets uit aan de auto, er moet een reparatie. Dan haal ik dat dus van het autopotje. En dan schrijf ik daar ook gewoon bij waar het voor was. Dus dan kun je heel makkelijk terugkijken en zien waar het geld heen gaat. Daarnaast kijk ik dus aan het begin van elke maand even op de begroting. Dat houdt me scherp. Ja, wat ook wel helpt is dat alle kleine random koffietjes en borrels met vrienden. En allemaal van dat soort kleine dingetjes. Dat gaat dus gewoon van Jeroens rekening en van mijn rekening. Dat maakt niet uit, daar kijken we niet echt naar. Dat is gewoon, als het leeg is, is het leeg. Maar op onze gezamenlijke grote rekening is elk bedrag is gewoon accounted voor. Alles heeft een naam, heeft een plek op de begroting. Dus ja, daar worden eigenlijk nooit dingen van afgeschreven waarvan ik niet weet wat het is. En ja, ik monitor dat ook wel elke maand. En dat klinkt misschien een beetje heftig, maar dat betekent gewoon dat ik, nou, om de zoveel dagen is even door onze rekening heen scrollen. Wat is al afgeschreven, wat nog niet? Zijn er opvallende dingen? Zijn we over het boodschappenbudget heen gegaan? Oh, dan moet ik die week daarna even iets minder doen. Nou ja, dat soort dingen, dat monitor ik gewoon door de hele maand door. Ik vind dat ook heel erg leuk om te doen. Als er iets groots of bijzonders gekocht moet worden, dan overleggen we daar gewoon over. En dan besluiten we waar dat dan vandaan moet komen. Ja, we houden dus ook bij als we wat uit onze grote spaarrekening halen, als dat een keer nodig is. En daardoor kunnen we dan ook zien, hé, we halen elke maand dit en dit bedrag uit de buffer. Dat betekent dan dus dat er iets niet klopt aan onze begroting. Of er staat iets niet op waar we wel geld aan uitgeven. Of we overspenden op sommige plekken. Of ja, er moet dan iets gebeuren wat dan niet helemaal klopt. Dus dan kunnen we dat uitzoeken. En wat wel chill is dat we de afgelopen 5 maanden hebben we niets uit onze grote spaarrekening moeten halen. En ja, dat maakt mijn begrotingshart wel blij. Dat betekent dan dus dat alles namelijk klopt en dat we ons helemaal houden aan ons plan. Nou, en dan om af te sluiten heb ik nog 2 tips als je ook zoiets wil gaan doen. En het eerste is om je bedragen op je begroting realistisch te plannen. Anders is het constant een bron van frustratie dat je steeds over je budget heen gaat. En natuurlijk kun je scherp zijn op niet te veel uitgeven, je aan je budget houden. Maar als het echt een intens onrealistisch bedrag is wat je echt nooit gaat halen, daar heeft niemand wat aan. Dus ja, als jij wat wil besparen, zou ik zeggen, doe het eerst een klein beetje naar beneden. Kijk of dat comfortabel voelt. Doe hem dan nog een klein beetje naar beneden en kijk of dat comfortabel voelt. En ja, zo kun je een beetje uitzoeken, hé, wat is dan die grens? Nou, en als tweede en laatste tip, als je de ruimte hebt, is het heel fijn om een bepaald bedrag te reserveren op je begroting voor onvoorziene kosten. Want ja, je kunt je begroting nog zo strak en helder hebben. Er zijn altijd extra dingen of iets is ineens duurder dan je had verwacht. Of ja, er gebeurt gewoon altijd wel iets. Dus als je een potje hebt voor onvoorziene kosten, dan kan je daar een beetje mee spelen en dat opvangen voordat je het uit je spaarrekening hoeft te halen. Bij ons gaat dat potje, denk ik, nou, het gaat niet altijd leeg, maar er wordt altijd wel iets uitgehaald. Ja, doordat we dan zo'n bedrag erop hebben staan, heb je gewoon wat speelruimte om daar wat mee te schuiven. En dat maakt het gewoon heel relaxed en hoef je niks gelijk met je spaarrekening te doen. Dat is alles, jongens. Ik hoop dat dit een beetje een duidelijk beeld geeft van hoe onze begroting eruit ziet. En dat het jullie misschien inspireert om ook eens te kijken naar je uitgaven. Of dat je denkt, nou, wij doen dat echt op een totaal andere manier. Laat me dat vooral even weten in de comments, want daar ben ik altijd enorm in geïnteresseerd. Ik ben in ieder geval door het maken van deze video weer helemaal gemotiveerd om eens eventjes te kijken waar ik eigenlijk mijn vrij besteedbaar budgetje aan uitgeef. Want daar hebben we dus helemaal geen plan voor.
Maar ik ga eens even terugkijken naar het afgelopen half jaar. Hey, waar heb ik dat geld eigenlijk aan uitgegeven? En vind ik dat eigenlijk oké? Of wil ik dat eigenlijk aan andere dingen uitgeven? Oké, nou, dat was hem voor nu, jongens. En ja, ik zie jullie in de volgende video. Bye!